Staatssecretaris Wekers moest vandaag uitleggen hoe het nou precies zit met die toeslagfraude door die Bulgaren. Conclusie, het geld komt niet terug, want hij kan nu eenmaal niet ijzer met handen breken. Gaat u er nu harder aan trekken? Ik bedoel, aan die boetes? Ik blijf daar hard aan trekken. Kijk, u moet zich... Er al die tijd hard aan getrokken? Jazeker, maar je moet zich voorstellen dat we van een aantal mensen de adressen niet kennen in Bulgarije. Is dat niet een beetje gek dat je geld geeft aan iemand die je niet kent? Nee. Dus ik zou het nooit doen. Hij heeft nog maar 2% van de boetes geïnd. Wij moeten hem erop wijzen dat hij nog steeds niet met zijn Bulgaarse collega gesproken heeft. Nog steeds niet met de Bulgaarse minister gesproken heeft. Ja, en dat na 8-9 maanden. Dat is echt te weinig. Ja. Als hier nou een Bulgaar aan komt, hè, en die komt hier zo'n gratis toeslag ophalen. En die steekt dat geld dan in zijn zak. Ja. Hoe kan de Bulgaarse overheid dan opeens wel weten wie dat is als u het ook niet weet, terwijl u het net die cent aan hem heeft gegeven? Nee, waar het om gaat is dat ik de wet heb aangepast, zodat... U zegt net dat de Bulgaarse overheid u gaat helpen om die onbekende mensen op te sporen, maar dat kan toch helemaal niet? Jawel, die zijn onbekend. Ja. Grote grap is, hij heeft helemaal geen contact gezocht met de Bulgaren en daar zit ons poen. Ja, precies, daar zit ons geld en daarom heb ik hem ook aangeraden om morgen nog het vliegtuig te nemen naar Bulgarije, te praten met zijn ambtsgenoot en te zorgen dat elke cent terugkomt. Ja, kunt u nou eigenlijk ijzer met handen breken? Ik kan geen ijzer met handen breken. Meent u dat nou? Ja, ik kan daar ook geen ijzer met handen breken. Maar ik kan ook geen ijzer met handen breken. Nogmaals, ik kan geen ijzer met handen breken. Ik kan hier alleen maar halen. Ik kan geen ijzer met handen breken. Nogmaals, ik kan ook geen ijzer met handen breken. Maar ijzer met handen breken, dat kan ik niet, nee. Meent u dat nou? We moeten er gewoon zorgen dat dat geld wel terugkomt. Ja, maar dat komt niet terug. Want het is in Bulgarije voor mensen die we niet kennen. He, want we hebben namelijk niet geregistreerd aan wie we de centjes overmaakten. Ja, lekker slim lijkt me dat. Hè? En datgene wat van daarvoor te veel is uitgedeeld, dat gaan we terughalen. Alles? In elk geval zoveel mogelijk. Ja, maar wat is dat nou? Nee, ja, goed. We moeten eerst zorgen dat we de adressen allemaal krijgen. Nou, daar hebben we de hulp van de Bulgaren voor nodig. En die geven ze niet. Die poen moeten we gewoon afschrijven, laten we eerlijk zijn. Nee, we moeten daar keihard achteraan. En de staatssecretaris moet ook alles doen wat hij kan. Maar dat is niet zoveel. Maar alles terugkrijgen gaat niet lukken. Dat moet je ook eerlijk over zijn. De Bulgaren moeten ons nu helpen om te achterhalen waar die mensen wonen. U weet wel hun naam? Jazeker. Want dat is ook echt hun naam. Want anders hadden ze in het verleden ook geen toeslag kunnen krijgen. Ze heten niet allemaal Boris Kapotje Plof? Nee. Zeker niet. Willeke Alberti heeft ook ooit een liedje geschreven. Dat heet En we gaan op vakantie met het geld van ome Jan. En daar kun je beter van maken. Daar zou zij beter van kunnen maken. We gaan op vakantie van het geld van ome Frans. Is leuk. Want we gingen op vakantie van het geld van ome Frans. IJzer met handen breken, dat zit er niet in. Nee, jammer hè.